Ik ben Johan Kloos. Ik mag deel uitmaken van het comité sponsor fietstocht.nl voor het kinderhuis Samuel in Paramaribo. Succes allemaal! Waarom doen jullie dat voor het kinderhuis? Nou, wij doen dat omdat het kinderhuis twee huizen heeft die onderhoud behoeven. En wij zorgen voor het onderhoud. Tuurlijk hoor. Aan het begin van de morgen kwamen zo'n 100 wielrenners zich inschrijven voor de tocht die inmiddels een flinke traditie is geworden. U heeft een prachtige fiets. Ja, ja. Dat is mijn lievelingsmodelletje. Ja. Het is gewoon geweldig leuk. De organisatie doen wij in volstrekte harmonie. En meestal levert het een leuk bedrag op waarmee we dit jaar, hopen we, een zonneboiler kunnen plaatsen op het tweede pand. En de onderhoudswerkzaamheden kunnen laten uitvoeren. Ik begrijp ook dat u een van de meest enthousiaste geldinzamelaars bent voor deze club. Ach ja, ja dat gaat eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Nou, je moet er wel achteraan, je moet er moeite voor doen. Maar ik ben eigenlijk iedere keer weer verbaasd van hoeveel geld mensen aan mij geven. We gaan via Spierdijk richting Hoorn-Edam. In Edam krijgen we koffie met appelgebak. Dan hebben we 50 kilometer gefietst. Daartussenin op 25 hebben we ook een stop met broodjes. Alles gesponsord. Het is een gezelligste plek, hè? Want fietsen is leuk, maar de inwendige mens moet ook niet vergeten. Dit is de enige tocht waarbij je aankomt. Dank je wel. Helemaal in beeld. En jullie ook, hè? Ja. Doei. Doei.